RTL 4 uur nieuws met Jeroen Pauw. Dames en heren, goedemiddag. De spoorwegpolitie heeft zijn vertrouwen in de directie van de NS-beveiliging opgezegd. De politie eist een oplossing voor de hoge werkdruk. Uit protest hebben agenten van het rajon Utrecht voor korte tijd het werk neergelegd. Honderden agenten togen vanochtend naar Utrecht om de directie een petitie aan te bieden. Ze eisen het vertrek van directeur Seij van NS-beveiliging. Het vertrouwen in hem is weg omdat er nog steeds 65 vacatures zijn. De vakorganisaties bijten de problemen aan de verzelfstandiging van de spoorwegen. Wat zou moeten gebeuren op dit moment is dat de raad van bestuur, de voorzitter, de heer Den Beste, eigenlijk een reorganisatiestop afkondigt. Dat zou de rust in het bedrijf ten goede komen. Dan zullen we met elkaar de stand van zaken op moeten maken wat er nu allemaal speelt. En ik ben ervan overtuigd dat dan ook zeker de kwaliteit en het imago van het product naar de klant toe kan verbeteren. Volgens de vervoersbond FNV worden de problemen veroorzaakt door de overheid die haar handen aftrekt van de spoorwegen. Het personeel is de groep die daar op dit moment de hardste klappen van krijgt. Dat is al 2 jaar zo. En nu komt er een moment dat je ziet dat mensen zeggen, ja, we hebben genoeg incasseerd, het is voorbij. De directie wil vooralsnog geen toezeggingen doen. Bonden en spoorwegpolitie beraden zich op eventuele acties. Noodgedwongen hebben politie en justitie in Haarlem vorig jaar een transport van 6000 kilo hash ongemoeid gelaten. Onderschepping van de partij zou de identiteit van de criminele informant onthullen en zijn leven in gevaar brengen. Dat is vanochtend tijdens de parlementaire enquête gebleken. De informant had afspraken met een bende over de levering van 6000 kilo hash. Hij werkte toen nog voor het IRT-rechercheteam. De bende had politie en justitie volledig in de tang, bleek vanmorgen tijdens het verhoor van de Haarlemse hoofdofficier van justitie, de Beaufort. Het concentreerde zich op de vraag, hoe kiezen we hier, ja, zeg maar, tussen leven en dood? De politiechef die de informant runde had de crimineel beloofd dat hij de opbrengst van de partij mocht houden. Commissievoorzitter Van Tra was verbijsterd. Ja, dan zou ik misschien een keer gezegd hebben, meneer Langendoen, gaat u de bloemen water geven? Ik heb er geen zin meer in. Deze zaak is voor de commissie Van Tra opnieuw een bewijs dat politie en justitie de regie over de criminele informanten hebben verloren. Het bestand in Bosnië wordt redelijk goed nageleefd, hoewel de strijdende partijen elkaar ervan beschuldigen het te breken. Zo hier en daar wordt nog gevochten. Dat zou komen omdat nog niet alle soldaten aan het front van het bestand weten. Een VN-konvooi op weg van Sarajevo naar Gorazde moest onverrichter zaken terugkeren. De route zou weer veilig zijn, maar de VN-karavaan kwam er niet door, omdat er toch nog te veel mijnen op de weg liggen en de Serviërs hun controlepost nog niet hebben opgegeven. Ook is er nog sporadisch gevochten in het noordwesten van Bosnië. Maar dat lag volgens de VN voor de hand. We cannot militarily expect people who are within 200 meters of each other fighting suddenly just to put their rifle in the air and say, thanks very much, I'm walking backwards. Just doesn't happen like that. It has never happened historically and militarily you can't expect it to. Het kan volgens Vernon nog dagen duren voordat de laatste soldaten hun wapens neerleggen. De politieke problemen tussen Turkije en Nederland zijn de wereld uit. Minister Dijkstal heeft in Turkije nog eens uitgelegd dat Nederland een Koerdisch parlementsvergadering niet kan verbieden. Dijkstal zei dat vanmiddag bij aankomst op Schiphol. Soms moesten die van onze kant vooral nog eens uitleggen zijn van wat nou in Nederland eigenlijk dat die democratie en die rechtsstaat betekent. Maar ik geloof, nadat ik ze het ook weer 3 keer heb uitgelegd, dat ze dat nu inmiddels wel begrepen hebben. Dijkstal en zijn Turkse ambtgenoot hebben verder afspraken gemaakt over terreurbestrijding. De BVD en de Turkse inlichtingendienst gaan samenwerken. Dat is daarom van belang, omdat zij soms dingen van ons vragen die op grond van onze wet en regelgeving gewoon niet mogelijk zijn. En als die regels nu maar vaststaan, dan weet je ook vanzelf binnen welk werkterrein je nog wel wat kunt doen. Ook op gebied van drugsbestrijding gaan Nederland en Turkije intensiever samenwerken. NAVO-secretaris-generaal Willy Klaas heeft vandaag opnieuw gezegd dat hij niet schuldig is aan corruptie. Klaas wordt door de Belgische justitie verdacht van het aannemen van smeergeld van de Italiaanse helikopterfabrikant Agusta in de periode dat hij minister van Economische Zaken was. Klaas heeft zich lange tijd niet uit willen laten over de beschuldigingen, maar gisteren mocht hij het nieuwe justitierapport lezen. En hierin zouden nieuwe beschuldigingen staan. Maar volgens Klaas bevat het rapport geen nieuwe feiten. I'm just asking to have the right, as in a normal democracy, to defend myself. Because you know, there is a difference between
a citizen in the street and a politician. Once put in accusation, it's the end. Morgen wordt Klaas gehoord door een parlementaire commissie en die moet dan bepalen of hij schuldig is en eventueel kan worden vervolgd. O.J. Simpson is gisteravond niet komen opdagen voor het televisieinterview dat hij beloofd had te geven. Enkele uren voor de uitzending trok Simpson zich terug. Simpson zou verschijnen in het live discussieprogramma Dateline van de Amerikaanse zender NBC. Maar die had een teleurstellende mededeling voor miljoenen kijkers. From NBC News, here is Tom Brokaw. Good afternoon from Los Angeles, everyone. O.J. Simpson's first no-holds-barred interview scheduled for this evening on NBC has been canceled. It has been canceled. Mr. Simpson and his lawyers decided they could not abide by the original agreement. Simpson zegt het interview af omdat hij zei niet opnieuw te willen worden berecht. Wel gaf Simpson een groot interview met de New York Times. Hij zei dat hij spijt heeft dat hij zijn ex-vrouw Nicole had geslagen. Ook ontkende hij geruchten dat hij op het punt staat te trouwen met zijn vriendin Paula Barbieri. U krijgt het weer, hier is Renier van den Berg. En op dit moment schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanavond vanaf een uur of zes ontstaat er opnieuw op veel plaatsen mist of laaghangende bewolking. En vannacht wordt de mist plaatselijk dicht tot zeer dicht bij temperaturen die vrij hoog zijn voor de tijd van het jaar, ongeveer 13 graden. En morgen begint de dag op de vertrouwde manier, mistig en grijs, nevelig ook. In de loop van de morgen komt de zon er aarzelend doorheen en 's middags komen er een aantal flinke zonnige perioden voor. Daar wordt het 21 graden, in gebieden met hardnekkige bewolking maximaal 16. Dit was het 4 uur nieuws. Volgende uitzending begint om 5 uur. Graag tot dan. Goedemiddag.